Heb jij last van paniekaanvallen en voelt het alsof de angst jouw vrijheid heeft weggenomen? Dan is deze video voor jou. Ik ga je vertellen welk inzicht er voor mij heeft gezorgd dat ik weer volop kan genieten van het leven en dat ik mijn paniekaanval heb overwonnen. En nee, het is niet wat het lijkt. Maar wat gebeurde er precies en wat gebeurde er nadat ik dit inzicht ben gaan toepassen? Dat ga ik je vertellen in deze video. Idee 1. Verander je aanpak. En het eerste inzicht dat ik met jou wil delen is, je moet je aanpak veranderen, wil je jouw paniekaanvallen overwinnen. En ik weet het, dat klinkt super vaag, maar ik ga het je even uitleggen. Mijn allereerste paniekaanval, ja, die vond plaats in een super drukke Bijenkorf. Hier in Eindhoven, echt, het was de sale, het was een zaterdagmiddag en ik werkte als verkoopmedewerker achter de kassa. En ja, het was druk, het was zo ontzettend druk. En mensen die van de roltrap gingen en mensen die achter onderbroeken aanrenden en sokken in 20% korting. Echt, het was een en al gekkenhuis. Ik was helemaal overprikkeld. En op een bepaald moment, toen begon mijn hart in één keer sneller te kloppen. En ik kreeg zweethanden en ik begon overal tintelingen te voelen. En het was zo ontzettend eng. En niet alleen dat, ik kreeg in één keer allemaal van die wat als gedachten. Wat als dit iets ernstigs is? Wat als er dit gebeurt? En ik dacht ze niet alleen, ik voelde die gedachten ook letterlijk in mijn lichaam. En bij die gedachten kwam zo enorm veel angst vrij dat ik oprecht heel erg bang was voor wat er zou gaan gebeuren. Wat als er iets ergs gebeurt? Wat als ik flauw val? Wat als ik de controle verlies? En wat als ik doodga? En het voelde letterlijk alsof ik aan het overstromen was aan emotie. Er ging zoveel energie door mijn lichaam heen en ik had nog nooit zoiets ervaren en het was doodeng. En hierdoor raakte ik steeds verder in paniek, waardoor ik begon te hyperventileren. En dit was mijn allereerste paniekaanval ooit. En ik kan je vertellen, dit was het engste moment uit mijn hele leven. En mijn manager toentertijd, die zag dat ik een paniekaanval had, die zag dat ik aan het hyperventileren was. Samen gingen we de paskamer in, zodat alle klanten het niet zagen. Toen zei ze het volgende goed bedoelde advies. Wouter, probeer op je ademhaling te letten. Probeer tot rust te komen en heel langzaam te ademen. En het enige dat ik dacht was van, hallo, je moet even weten hoe dit voelt. Ik kan niet zomaar in één keer heel rustig gaan ademen. Dat lukt niet. En ik weet nog dat ik echt super hard mijn best deed om dat advies toe te passen, maar mijn lichaam op een of andere manier wilde niet meewerken. Ik dacht, Wouter, rustig, er is niks aan de hand. Doe even normaal. Maar mijn lichaam bleef maar in die vecht- of vluchtreactie zitten en het bleef maar hyperventileren. En natuurlijk, zoals het altijd gebeurt, ging die paniekaanval gewoon voorbij. Dat gebeurt altijd. Maar ik bleef wel een beetje bang om paniek te krijgen in heel veel situaties en locaties. En bij de volgende paniekaanval die ik had, probeerde ik het advies dat mijn manager me toen had gegeven opnieuw toe te passen. Maar het lukte niet. Wat ik ook deed en ik probeerde op mijn ademhaling te letten, het lukte niet. En nu ik dan ook terugkijk op de momenten dat ik last had van paniekaanvallen, zie ik gewoon haarfijn wat ik fout deed. En die fouten, die ga jij vanaf nu vermijden. Iedere keer als ik last had van een paniekaanval of ik voelde die golf van angst opkomen, deed ik iets dat het juist erger maakte en ook wat het juist in stand hield. Ik was aan het hopen op geen angst. Hopen dat het niet zou komen. En als de angst er was, dan was het gevecht begonnen. Het was echt een soort derde wereldoorlog tussen mij en mijn angst. Vechten tegen wat ik dacht, wat ik voelde, tegen de symptomen en het escaleerde tot paniek. En nadat het gevecht op mijn hoogtepunt was, probeerde ik mezelf tot rust te krijgen in de vorm van meditatie of ademhalingsoefeningen of mezelf afleiden. Echt, het was een en al chaos in mijn lichaam. En dit was de tactiek omdat ik absoluut niet beter wist wat ik dan wel moest doen om te herstellen van mijn angst en paniek, maar het lukte niet. Maand na maand verstreek en uiteindelijk had ik gewoon, ik was een jaar verder en er was nog steeds niks gebeurd. Het enige wat er was gebeurd was dat mijn vrijheid van de angst steeds meer ingeperkt was. En dat ik steeds banger werd om paniek te krijgen in sociale situaties, bepaalde locaties, in één keer in de bioscoop. Echt, wat gebeurde er met me? Ik vond het zo ontzettend beangstigend. En nadat we dus een jaar verder waren, dacht ik van oké, ja, leuk, deze ademhalingsoefeningen en alles wat ik aan het proberen ben. Maar hoe lang gaat dit nog duren? Want ik wil gewoon mijn vrijheid terug. Ik ben hartstikke jong. Gaat dit de rest van mijn leven zo zijn of niet? Ik wilde graag duidelijkheid. En deze manier van paniek stoppen, de ademhalingsoefeningen, het vechten, afleiding, noem het maar op, jezelf tot rust krijgen, die werkte niet voor mij. En misschien kan je jezelf hier ook in vinden. Maar na maanden aan vallen en opstaan, toen viel eindelijk het kwartje. En wat ik had moeten doen, was anders leren omgaan met de spanning die ik voelde in mijn lichaam. En dit is wat ik daarmee bedoel. Ieder mens die heeft namelijk soms last van angst, hartkloppingen, duizeligheid of soms te veel stress. Maar wij, mensen met paniekaanvallen,
Wij reageren met enorm veel extra angst, frustratie en teleurstelling op deze gevoelens. En hierdoor neemt de angst alleen maar toe. Een paniekaanval kan alleen maar ontstaan als jij met angst reageert op wat je denkt en wat je voelt. Weet je wat het is? Je hebt altijd een eerste golf van angst die over je heen komt. Het begint met een wat-als-gedachte of je voelt iets in je lichaam en je voelt het in één keer opkomen. Je denkt van, oh nee, daar gaan we weer. Maar die golf gaat altijd voorbij. De reden dat het erger wordt en dat het niet voorbij lijkt te gaan, is zodat jij van alles met die golf gaat doen. Jij gaat er vanaf komen. Je probeert het. Je hebt zoveel weerstand tegen wat je denkt en wat je voelt, waardoor dit escaleert. En dat inzicht heeft ervoor gezorgd dat ik juist ben hersteld, omdat ik wist wat ik moest gaan doen. En dat ga ik je zo uitleggen. Dus even kort. We voelen angst en dat is gewoon oké. Dat gebeurt bij ieder mens op aarde. Maar wij reageren met echt enorm veel frustratie en extra angst en spanning en woede op deze eerste golf. En zo gooien we olie op het vuur. En zo groeit angst in paniek. Het inzicht dat mij zo ontzettend veel heeft gebracht is dat je een paniekaanval alleen kan hebben als jij met angst reageert op wat je denkt en voelt. En echt, toen veranderde alles. Alles veranderde. En dat betekende niet dat in één keer ik geen paniek meer had en geen angstgevoelens. Nee, ik wist wat ik moest doen. Ik wist hoe ik mijn vecht- of vluchtreactie verder uit kon zetten. En dat was alleen maar doordat ik anders ging reageren op wat ik dacht en wat ik voelde in mijn lichaam. En als er dan zo'n golf van angst kwam, dan liet ik het meer met rust. Ik ga het je zo meteen wat meer uitleggen, dat is het volgende punt namelijk. Maar dit is echt een gigantisch inzicht geweest waardoor ik ben hersteld van mijn paniekaanvallen. En niet alleen ik, alle mensen die ik help. We hebben 150 man afgelopen jaar alleen al in vrijheid van angst mogen helpen, die gewoon hun volledige vrijheid terug hebben gewonnen. Allemaal door anders om te gaan met die spanningsklachten. Zo zet je jouw vecht- of vluchtreactie uit. Anders reageren op je angst. Daarin zit je herstel, niks anders. Zo, dat was echt een hele heftige preek. Ik zat even helemaal in mijn element. Ik hoop in ieder geval dat dit punt duidelijk is. En als je dan wat meer wil leren over hoe je dan goed kan reageren op je angstklachten, zou ik sowieso deelnemen in de minicursus in de beschrijving van deze video. Want weet je wat het is? Voordat ik last had van mijn paniekaanvallen, had ik soms ook gewoon last van angst. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld aan het rijlessen was en dat ik gewoon echt intens veel spanning had. Maar waarom groeide dat dan niet in paniek? Waarom was dat geen paniekaanval? En dat kwam echt door mijn reactie op de angst. En dit inzicht was voor mij super belangrijk. En door te vechten tegen wat je denkt en voelt, groeit niet alleen je angst in paniek. Niet alleen dat, ook leert jouw angstige brein dat al je angstige gedachten, gevoelens en symptomen iets zijn om bang voor te zijn. Het denkt dat het gevaar is, doordat jij zo hard er tegen vecht. En elke keer als je dus een gedachte, een gevoel of een symptoom hebt, dan komt er dus een soort automatische golf van angst. En zo word je bang om angst te krijgen in bepaalde situaties en locaties. Dus als je aan het multitasken bent, kom even terug, want dit is belangrijk. Stop dus in het moment zelf, als je die golf van angst voelt, om de angst te verminderen, maar probeer het meer toe te laten. Laat die golf iets meer over je heen komen en echt, het gaat een wereld van verschil maken. Stop met vechten. En echt, dit inzicht gaat je hele leven met paniek. En als je dit inzicht begrijpt, dan gaan we naar het tweede inzicht. Idee 2. Je neemt de verkeerde afslag. Ik heb 4 hele lange jaren geworsteld met angst en paniekaanvallen. En echt, in jaar 4 weet ik nog dat de moed die zakte mij compleet in de schoenen. Want ja, ik had al zoveel jaar dingen geprobeerd en ik had al zoveel geld in me geïnvesteerd. Ja, wat zou dan nog wel werken? Als zelfs de professionals me niet konden helpen, wat dan wel? Was ik zo'n put ellende? Zo voelde ik me oprecht. En ik had zoveel geprobeerd, maar niets had geholpen. En ik had nog niet mijn vrijheid terug. En toen ik dus voor het eerst leerde dat ik goed moest reageren op een angstklacht, dacht ik, serieus, is dit het? Dit kan het niet zijn. Hoezo kan dit zo simpel zijn? Hallo, ik heb zoveel professionals gehad die echt met hun vergrootglas naar mij keken van, ja, ik weet niet wat we met je aan moeten. En dan gaat iemand mij zeggen van, hey Wouter, je moet leren goed reageren op je angstklachten. Ik dacht echt van, no way, dit is niet de oplossing. En ik besloot dus om te oefenen met goed te reageren. Ik ben super koppig en ik dacht eerst van, nee, ik ga dit echt niet doen. Maar ik besloot er wel mee aan de gang te gaan. Maar na 4 weken stopte ik. En weet je waarom? Omdat ik nog angst voelde. Omdat ik nog last had van angstige gedachten, gevoelens en symptomen. En ik dacht, weet je, dit werkt niet. Ik ga dit niet doen. Ik ga weer, huppakee, andere tips en tricks toepassen, de andere afslag nemen en dat proberen. Want ik voelde nog angst en dat betekende vast dat deze methode niet werkte. In dat moment besloot ik een andere afslag te kiezen en viel ik voor een soort workshop waarin ze beloofde om binnen no time van je klachten af te zijn. Dus ik deed mee aan die workshop en ja, wat denk je? Na enkele weken geen resultaat. En nu ik terugkijk op dat moment, zie ik gewoon haarfijn waar ik de val in ben gestapt. En jij gaat niet langer in die val stappen, want ik ben er om je te helpen en we gaan samen die val vermijden. Een belangrijk inzicht dat ik met je wil delen, en ik heb hem al eerder verteld in deze video,
Angst is een overactieve vecht- of vluchtreactie. En hoe kan je je angstklachten overwinnen en weer gewoon meer rust in je lichaam ervaren? Als jij blijft vechten tegen wat je denkt en voelt, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dus als je wil herstellen, heb je twee routes. Angst overwinnen betekent continu, maand na maand, goed reageren op je angstklachten. En wat er daardoor gebeurt is dat je vecht- of vluchtreactie steeds verder uitgaat. En wat er dan gebeurt is dat je je steeds minder angstig voelt. Maar ja, kost wel tijd. En ja, je weet het, mensen geven zichzelf tegenwoordig helemaal geen tijd meer. En zelfs de postbode die een dag te laat is, is meteen een probleem en we worden boos, we gaan e-mails schrijven, PostNL. En dat is ook de reden dat zoveel mensen hun angst niet overwinnen, omdat ze zichzelf geen maanden willen geven om hun angst te overwinnen. Maar het heeft tijd nodig, het is een proces. En ik ben zo enorm koppig en zo enorm ongeduldig dat ik bijvoorbeeld niet de tijd wilde nemen. Ik ging van tip naar tip naar tip, van links naar rechts, echt als een stuiterbal door de kamer. En dat was gewoon de reden dat ik gewoon 4 jaar lang last van heb gehad. Maar ik had 1 methode moeten kiezen en dat was alleen het goed reageren en dat maanden oefenen. En zo gaat je vecht- of vluchtreactie uit. Zo werkt het. En ja, ik weet het, helaas, het klinkt zo niet sexy om te zeggen van hey, deze methode, ja, je moet er een paar maanden mee gaan oefenen. Terwijl heel veel marketeers met hun hele slimme verkooptrucjes zeggen van hey, dit is een geweldige workshop. Binnen 2 weken heb jij geen last meer van angstklachten. En die verdienen er echt bakken met geld aan. En dan kom ik met mijn 7 weken programma waarin ik zeg hey, je moet maanden de tijd nemen. Zo gaat je vecht- of vluchtreactie uit. Het werkt wel, maar ja, het klinkt gewoon niet sexy. Maar het is wel de oplossing. En dit is hoe ik ben hersteld en ook zoveel mensen hun vrijheid terug hebben van hun angst. Die echt gigantische stappen hebben gemaakt en gewoon zulke mooie dingen bereiken. Allemaal omdat ze zichzelf de tijd geven en oefenen met goed reageren. Dus probeer te waken voor al die tips en tricks en die super slimme marketeers met hun snelle oplossingen. Want het werkt niet. Echt waar, ik ben zo hard in die val gestapt. Ik ben als een stuiterbal alle kanten opgegaan. Maar maak die fout niet. Het gaat je echt ten eerste heel veel tijd besparen, maar ook heel veel geld. Dus bij deze. Ik heb dus de verkeerde afslag genomen. Ik ben continu naar die slimme marketeers gegaan met hun snelle tips en tricks om van de angst af te komen. Maar doordat dat niet werkte, moest ik steeds teruggaan naar het goed reageren. Dat is de methode die maanden kost. Maar het duurde bij mij echt jaren, omdat ik steeds toch de verkeerde afslag besloot te nemen. Tips en tricks en snelle manieren, waardoor ik steeds opnieuw moest beginnen. En zo duurde mijn herstel echt 10 keer langer dan het had moeten zijn. Nadat ik in de val was geslopen, besloot ik mezelf een heel jaar te geven om te leren hoe ik goed kan reageren op mijn angstklachten. En door dit continu te oefenen, namen maand na maand mijn klachten af en kon ik weer helemaal in vrijheid leven van mijn angst. En gewoon weer volop genieten van het leven. En dat is iets dat ik jou meer dan iemand anders gewoon gun. Dus wat ik jou wil vragen is, ga je vandaag het snelle pad kiezen met allemaal tips en tricks, maar heel weinig kans van slagen? Of ga je zeggen, weet je, ik laat het eens los. Ik kies die lange manier. Ja, het kost maanden, maar wel met een hele hoge zekerheid en een grote kans op slagen. Welk pad ga jij kiezen? En ja, die lange manier, dat is de manier hoe ik ben hersteld van mijn angst en paniekaanvallen. En echt, ik kwam van diep. Maar niet alleen ik, we hebben afgelopen jaar meer dan 1000 doorbraken gecreëerd met Vrijheid van Angst. En er zijn echt hele mooie resultaten geboekt en je kan het allemaal online vinden. En het maakt me helemaal niet uit of je wel of niet deelneemt aan Vrijheid van Angst, al gebruik je dit inzicht, kies de lange weg. En ga niet voor die snelle tips en tricks, want ze komen je duur te staan. Letterlijk en figuurlijk. Mensen die zichzelf dus de tijd geven en leren goed reageren, die herstellen. En ik raad je aan om ook hetzelfde te doen. En dan gaan we naar het derde inzicht. Idee 3. Je mist het belangrijkste ingrediënt. Het derde inzicht waardoor ik ben hersteld van mijn angst en paniekaanvallen en een inzicht dat jij heel waarschijnlijk onderschat, is dat na 4 jaar lang gefrustreerd zijn op mezelf, boos zijn op mezelf, huilen, was dat het vertrouwen zo ontzettend laag was dat ik gewoon niet meer in mijn herstel vertrouwde en geloofde. Want als zelfs de psycholoog me niet kon helpen, hoe slecht was het er dan wel aan toe met mij? Als zelfs die persoon me niet kon helpen, ja, wie dan wel? En zat ik dan misschien veel te diep in de put? Had ik het al lang last van? Of ja, lag het gewoon aan mij? En in een van mijn allerdonkerste momenten toen ik last had van angst en paniek, toen weet ik nog dat ik zo ontzettend verdrietig was en zo ellendig voelde ik me dat ik gewoon niet meer wist wat ik moest doen. En ik had toen 2 opties. Of ik besloot te stoppen om in mezelf te geloven en in mijn herstel, maar ja, wel de rest van mijn leven te worstelen met mijn angst- en paniekklachten. Of ik besloot om nog 1 keer helemaal in mezelf te geloven. En ik koos het laatste.
hoe spannend ik het ook vond. Ik vond het spannend om mezelf open te stellen. Maar ja, die eerste optie was een garantie op een leven vol angst. Terwijl de tweede optie super spannend was, maar mijn enige kans was op herstel. Er gaat niks veranderen als jij niet in jezelf gaat geloven. Als jij geen nieuwe stappen durft te zetten en geen nieuwe dingen durft te leren. Alles verandert als jij in jezelf gaat geloven. En ook al heb je al 10 jaar last van angst. Je moet die stap gaan maken om in jezelf te geloven en je houding te veranderen richting de angst. Het is niet langer wachten. Het gaat dan niet weg. Je herstelt als jij je houding verandert en jezelf openstelt voor nieuwe adviezen. Maar echt geloof in jezelf. En ik was zo niet aan het geloven in mezelf. En ik dacht echt van ik ga hier de rest van mijn leven mee worstelen. Maar geloof in jezelf. Want verandering start bij het geloven in jezelf en nieuwe stappen ondernemen. Er gaat anders niks gebeuren. Ik besloot mezelf in dat moment waarin ik leerde over goed reageren en alsof dat moet helpen, om dat gewoon te doen. Ik besloot mezelf open te stellen en ik dacht, weet je, ik ga het gewoon proberen voor 1 jaar. En ik kijk wel wat er gebeurt. En ik kan je vertellen, dit was de meest spannende, emotionele beslissing die ik ooit heb gemaakt, maar wel de meest belangrijke beslissing van mijn hele leven, echt waar. Ik was zo bang om er nooit meer vanaf te komen, maar de reden dat ik nu weer vrij van mijn angst ben, is omdat ik besloot om nog 1 keer in mezelf te geloven. En als ik dat niet had gedaan in dat moment, zat jij nu niet deze video's te kijken, waar er niet zoveel mensen hersteld van hun angst en paniekklachten, door de video's die ik maak, de vrijheid van angst, de minicursus, de training, het was er allemaal niet. Dus moet je eens kijken wat de impact is van nog 1 keer in jezelf geloven, wat er in mijn leven is gebeurd. Wat zou er dan in jouw leven kunnen gebeuren als jij nog 1 keer in jezelf gaat geloven? Wat zou er kunnen gebeuren met jezelf, met je zelfvertrouwen, met je blijheid, je geluk, maar niet alleen met jou, de mensen om je heen. Ben jij weer de beste versie van jezelf? De persoon die je wil zijn. En dat gaat gebeuren als jij in jezelf gaat geloven. Dus mijn derde inzicht, geloof in jezelf. Want alle verandering start bij actie. En actie onderneem je alleen als jij gelooft in jezelf. En een heel mooi verhaal dat hierop aansluit is het verhaal van Ilse dat je hier kan zien. Ilse heeft 10 jaar lang last gehad van angst en paniek en had geen vertrouwen meer in haar herstel omdat ze al zoveel dingen had geprobeerd. Maar ze is nu klachtenvrij en kan weer volop genieten van het leven. En in dit interview legt Ilse uit hoe ze dat heeft bereikt. Dankjewel voor het kijken en ik zie je in die video.